Hoi boogschutter, dit is jullie wekelijkse reading voor de week van 27 april tot 3 mei 2020. Laat me weten of deze reading met je resoneert. Laat me weten wat er in je omgaat, zodat ik jou verder op weg kan helpen. Ik ben vandaag bij topconsulenten beschikbaar tussen 7 en 9, onnaam Rara, box nummer 327. Dus mocht het zijn als je vragen hebt over de reading, mocht het zijn als je vragen gewoon hebt, dat je gewoon niet uitkomt, of gewoon over al je levensvragen, kan je me daar gewoon stellen en dan ben ik ook sneller bereikbaar voor jullie. Dat is denk ik wel heel handig. Mocht het zijn dat je wat readings wilt, gewoon per messenger of of een chatconsult of zo. Dan kan je me bereiken bij Facebook. Pagina Medium Rara. Kijk naar mijn diensten daar. En dan kan je ook even kijken van of wat. Ja, ik heb nog meer diensten staan. Readings staan. Dus kan je kijken. En dan kan je me bereiken via een messenger. Maar vandaag ben ik bereikbaar bij topconsulenten. Nou, we gaan beginnen met jullie reading. De eerste is samen creëren. Two of Pentacles. En de zijzet. Dus het betekent dat je houdt van om samen dingen te creëren. Wat jou in balans brengt om te oogsten. Ja? De volgende kaart is tijd om te gaan. Dus iets wat je moet loslaten, dus een blokkadekaart. Je moet iets loslaten voor datgene waar jij je niet goed bij voelt. Dat moet jij loslaten, zodat je weer wat gelukkiger gaat voelen. Zodat je wat weer meer die liefde meer gaat voelen. In het verleden hebben wij, omdat je hier en in het hier en nu leeft, zijn er bepaalde dingen opgehelderd. In je huisomgeving, dus in je gezin, in je familie, is er iets opgehelderd. Daarnaast komt kijken fantasie. Dus jouw dromen, die ben je aan het waarmaken met de Queen of Wands. En de torenkaart betekent dat er positieve veranderingen aan de gaande zijn. Of aan de gaande waren. Of nog eens. Ja? In het hele kaart. In het hele kaart hebben wij. De glinstering. De Nine of Wands. En de ruiker. Dus dat betekent, als de maskers afvallen, komt de einde aan bepaalde dingen wat er in jouw situatie is gebeurd. Dat is nu op het moment. Dus als alle maskers afvallen, ja, maskers, die wordt gedragen, daar komt de einde aan. Zodat er weer groot geluk daarvoor kan plaatsmaken. Dus er zijn positieve veranderingen aan de gaande, positieve dingen komen naar voren. Kijk hoor, want ik ben nu even de kluts kwijt hier. Dan hebben we tijd voor een dutje. King of Pentacles. En het kind. Het is tijd om rust te nemen, zodat je weer de dingen op orde kan komen, zodat je weer een nieuw begin kan maken.
En een beetje dat je ook wat speelser mee om kan gaan met de dingen wat je wilt gaan creëren, wat je wilt gaan doen, wat je wilt gaan ondernemen. Dan hebben we herstellen, dus jouw krachtkaart. Je bent aan het herstellen, er vindt heling plaats. Met Page of Swords, je gaat een nieuw begin maken met communiceren. Een brief, misschien ga je iets... een e-mail sturen, een berichtje sturen naar iemand toe. Zodat bepaalde... bepaalde communicaties weer hersteld wordt. Misschien ga je excuses aanbieden. Misschien worden er excuses naar jou toe aangeboden. En dat je een nieuw begin met die persoon gaat maken. De volgende kaart is de stam. Dat is de omgevingkaart. Stam is familie, gezin. Queen of Swords is, betekent dat je heel erg zachtmoedig bent. Dat je heel erg zorgzaam bent. Dat je heel erg liefdevolle woorden gebruikt. Liefdevol bent naar je gezin toe, naar je familie toe. En dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht. De hoop en vreeskaart is niet voor jou. Dus misschien is iets niet voor jou bestemd. Daardoor ga je dus door de voel ga je gewoon een nieuw begin maken. Want er komen positieve veranderingen aan, zoals ik al zei. Dus er is iets wat niet goed voor jou was, ja, niet voor jou bestemd was. Jij gaat een nieuw begin maken, want er komt gewoon een positieve verandering aan. Dat zie ik de hele tijd bij jou, lieve boogschutter. Je uitkomstkaart is oneindig verhaal. Dus je gaat in cirkels. Ja, je blijft in cirkels gaan. De Magician kaart is, betekent dat jij gewoon actie moet gaan ondernemen om uit die oneindig verhaal te komen. Ja. De berg is voor om uit die oneindig verhaal te komen, om uit die uit obstakels te komen. Want die oneindig verhaal is jouw obstakel. En daar moet jij gewoon uitkomen. Jij moet gaan actie ondernemen. Ja, onderliggende kaart is de waarheid. Nine of Cups. En de vos. Dus de waarheid over de vos, hè, dus de sluwheid, die gaat boven water komen. Waardoor jij weer echt in je element komt te staan. De volgende boodschapkaart is Have an Attitude of Gratitude. Dus heb een... reageer dat je de dingen waardeert. Dat je dankbaar bent voor de dingen. Abundance is your right. Dus voorspoed is jouw recht. Stay open-minded. Dus sta open voor alle mogelijkheden. Everyone has value. Iedereen heeft zijn eigen waarde. En give without expectation. Geef zonder verwachtingen. Ik zie hier heel veel blauwe kaarten. Dat betekent communicatie. En de groene kaart is heling. Dus dat betekent dat er gewoon heling zal plaatsvinden in communicatie. De volgende kaart is aquamarijn. Goddelijke levensdoel. Vertrouw de tekenen die je ontvangt en je intuïtie. Deze leiden naar je vervulling van je doel. Ja, dus luister heel goed naar je intuïtie, dat is heel erg belangrijk. En de tekens kunnen komen in de vorm van dromen, kunnen komen in de vorm van de wolken, de veren, de vogels. Kijk naar de betekenis van vogels door dubbele getallen, noem het maar op. Ja? Dus luister naar je intuïtie en kijk naar de tekens, want je krijgt heel veel boodschappen door. Daarnaast hebben we maansteen, verhoog de intuïtie, wees extra bewust van je innerlijke weten. Je kunt daarop vertrouwen, je kan op je intuïtie gewoon altijd vertrouwen, want dat is de leiding op jouw levenspad. Daarnaast hebben wij een liefdevolle gedachte veroorzaakt een liefdevolle reactie. Jouw liefde wordt gevoeld en gewaardeerd.
Een heilig verbond is geboren, het verbond van twee zielen in een drievoudige vlam. Het zijn liefdeskaartjes. Wees vandaag niet bang voor veranderingen. Alles gebeurt om een reden. De gebeurtenissen van vandaag banen de weg naar een betere toekomst. Blijf positief en licht. Je staat voor een periode met positieve veranderingen. Ingrijpende veranderingen die plaatsvinden op het diepste niveau van je wezen. Je zult hieruit komen met een hernieuwde passie voor het leven. Vol romantiek en creativiteit. Wauw, zo mooi. De volgende kaart is mogelijkheid. Leg je lat hoger, verwacht meer. Je hebt onbeperkt mogelijkheden. Ja, leg je lat wat hoger, want je kan het. Je kan alles bereiken wat je wilt, als je maar je intentie erop zet. Ja? En je hebt gewoon zoveel mogelijkheden, die wordt gewoon jou aangeboden door het universum, door God en de engelen, door jouw spirituele team. Luister naar je intuïtie en volg je intuïtie, want dat is jouw, die begeleidt jou gewoon op jouw pad. Overvloed. Geniet van wat het leven je geeft. De bron is onuitputtelijk, je zult zegeningen ontvangen. Ja, je krijgt heel veel overvloed, een hele mooie kaart. Geniet inderdaad van het leven, want weet je, alles wat jij creëert, alles wat jij doet, weet je, je krijgt ook je zegeningen, je wordt begeleid. Als jij naar je intuïtie luistert, zal je ook echt gewoon de beloning ervoor krijgen, weet je wel. Ik bedoel, omdat jij je intuïtie volgt, betekent niet dat je, als je dat niet volgt, dat je geen beloning krijgt. Maar ik bedoel van, je volgt wel je levenspad. En zonder obstakels eigenlijk. Zo moet je het zien. De volgende kaarten zijn aartsengel Michael. En we hebben manifestatie. Dus vraag aartsengel Michael om hulp. Aartsengel Michael om hulp. Voor kracht en moed, zodat jij de dingen kan manifesteren wat jij wil manifesteren. Ja? De andere kaarten zijn verandering van eetgedrag. Verbeter je eetgewoontes en je leven zal aan kwaliteit winnen. Ja, verander van eetgedrag. Ga gezonder eten. Ga meer groente en fruit eten. Ga meer water drinken. Dat gaat je helpen om ook af te vallen. Maar het helpt je ook om spiritueel wat meer spiritueler te groeien. Dus dat sowieso. Oké, de volgende kaart is laat los. Als je de behoefte hebt om alles onder controle te houden, loslaat, zal je energie zich ontspannen en onmiddellijk datgene aantrekken wat je graag wil. Ja, want als je alles onder controle wilt houden, dan blokkeer je jouw pad. En daarom is het heel erg belangrijk om het los te laten, zodat de obstakel van jouw pad wordt weggehaald. De volgende kaart is de zegening van eenheid. Richt je bewustzijn naar binnen en maak contact met je eeuwige zelf. Liefde, overvloed en zegeningen stromen door je heen. Voel een diep gevoel van vrede. Voel de eenheid, de helderheid, de perfectie en de liefde die je waarlijk bent. Ja, we zijn allemaal één. Dus daarom krijg je ook de zegening van eenheid. De volgende kaart is Namaste. De zegening. Ook een hele mooie kaart trouwens. Heel apart. Het goddelijke in mij erkent het goddelijke in jou. Ik buig voor jou en eer je innerlijke licht van pure en onvoorwaardelijke liefde. Laat eeuwige vrede je deel zijn. Laat eeuwige liefde je deel zijn. Laat eeuwige vreugde je deel zijn door deze toevallige zegening. Ja. Wees de liefde, wees de licht die jij bent.
De boodschapkaart. Ik heb hem nog niet opgezocht. Ik ga het nu opzoeken. De grote boodschapkaart is nummer 22. Even hoor. Alles valt vandaag naar beneden. Dus nummer 22. De goddelijke dieren. Wauw. Heel mooie kaart vind ik deze. Zielsverwanten op je reis. Breng tijd door met je huisdier of in het gezelschap van een ander dier om je te realiseren dat hetzelfde licht dat door jou stroomt, door alle levende wezens stroomt. We creëren allemaal verschillende reservoirs voor onze zielservaringen, afhankelijk van onze individuele wensen en dromen. Mensen ervaren een groter contrast dan dieren. Daarom reiken onze invloed en creaties verder. Dit maakt het echter ook gemakkelijker voor ons om weg te drijven van ons hart. Dieren reflecteren de goddelijke liefde die we zijn. Als we in de buurt van dieren zijn, is het gemakkelijker om afgestemd te zijn, zodat we geïnspireerd kunnen worden tot grotere creaties. Mensen geloven vaak dat ze onvoorwaardelijk liefde krijgen van een dier. Omdat een dier waarschijnlijk meer is afgestemd op zijn zielsinstinct en het niet nodig heeft dat jij anders bent dan je bent om zich geliefd te voelen. Voel jij je vrij om te zijn wie je bent? Als je dit gedrag zelf uitstraalt, wordt het leven meer ontspannen en liefdevol en zullen je relaties opstijgen tot een heel nieuw niveau van plezier. Gedaanteverandering. Masterclass voor de ziel, gedaanteverandering. Andere kaarten, dus inderdaad, dus dieren die geven jou gewoon echt die onvoorwaardelijke liefde. Ik kan het weten. Ik heb grasparkietjes gehad, ze zijn er niet meer. Waardoor ik gewoon heel erg verdrietig van was, omdat ik zoveel liefde kreeg op het moment dat ik het gewoon heel zwaar had. In die periode voordat ze overlijden kwamen, had ik gewoon het heel zwaar en heel veel pijn in mijn hart. Maar door mijn parkietjes kreeg ik gewoon zoveel liefde van ze dat ik het gewoon kon vergeten. Ik kon gewoon, die liefde kon ik gewoon behouden. Mijn hart stond gewoon open. En nadat ze overleden waren, ja, ik was helemaal kapot van. Ik heb gehuild als een kleine baby. Maar ja, weet je, daarom... Het dier kent alleen maar liefde en licht. En wij zijn ook liefde en licht. Alleen wij maken dingen soms groter. En soms gaat het ook wel... soms is het ook zo van... Dat wij het groter maken dan het is, eigenlijk. Dus het beste is gewoon loslaten. En op je intuïtie vertrouwen. En gewoon je intuïtie volgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zal nog de verdere betekenis ervan lezen. Doe de gedaanteveranderingsmeditatie en schrijf over je ervaringen. Hoe ziet dit dier het in het leven? Nou ja, dat hoeft niet. Maar je kan ook in je dromen, zul je ook wel je krachtdieren misschien tegenkomen. Als jij dieren in dromen krijgt, zal dat wel je krachtdier zijn. Mits het een slang is. Moet je even nagaan en voelen van wat je erbij voelt. Voel je je aangevallen, dan is het gevaar. Dan is iemand die jou pijn wil doen. Voelt het goed aan, dan kan het ook zo zijn dat het kundalini is. Ja? Dat jij spiritueel ook gewoon aan het groeien bent. De spirituele groei kan je zo zien. Maar let op de dieren die je gewoon krijgt. En je kan ze ook op Google opzoeken wat de spirituele betekenis zijn van dieren. Dus kijk ernaar. Besluit dat je huisdier een metgezel is in plaats van je eigendom. Dus beschouw je huisdier als een goede vriend of vriendin. En niet als je eigendom. Van ja, jij moet naar me luisteren. En je mag dat niet, je mag dit niet. Want het dier kan daar niet op reageren. Een dier die luistert naar je, die speelt met je. Wees een kind, weet je. En
ontdekt, net als hoe de dieren ontdekken, ontdekt net als hoe een kind ontdekt. Zoiets. Oefen om kalm en assertief te zijn bij je dieren en zie wat er gebeurt. Ja, wat ik heb gemerkt is als ik verdrietig was, keken de dieren echt zo bezorgd naar mij. Als ik, wat was nou? Oh, toen ik ziek was, kwam er een parkietje, kon gewoon echt om mij zitten van, ik ben nog buiten. Die kon gewoon echt letterlijk van, niet in slaap vallen, want ik ben nog buiten. Zoiets. Een soort waarschuwing. Ja, en als je ziet dat je gewoon heel kalm bent, heel liefdevol bent, heel assertief bent, dan zal je zien dat ze met je praten. En dat ze echt met je aan het spelen zijn. Echt heel mooi. En je kan hun liefde dan ook echt voelen. Echt zo gaaf. Nou, jongens. Dit was jullie reading voor de komende week. Al mijn kaarten zijn door elkaar. Maar dat maakt niet uit, want ik ben klaar met de reading. Maar in ieder geval. Mocht je vragen hebben, mocht je toch niet uitkomen. Ja. Ik ben vanavond beschikbaar tussen 7 en 9 bij topconsulenten onder naam Radebox nummer 327. Stel al je vragen daar. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag voor de rest beschikbaar. Sowieso, dat staat vast. Maar ik wil toch nog meer proberen om meer consulten te gaan geven. Zodat ik ook wat meer bereikbaar ben. Sneller bereikbaar ben. Anders kijk naar mijn andere diensten op mijn Facebookpagina Medium Rade. Ik geef ook persoonlijke wekenreading en persoonlijke naast de andere diensten. En persoonlijke maandreading. Ik geef ook 5 tickets reading. Kijk gewoon lekker naar mijn diensten die ik daar heb staan. En je kan via de messenger kan je mij bereiken. Dus dan kunnen wij de dingen gaan regelen. In ieder geval like, abonneer en laat het belletje rinkelen. Zodat je mijn video's kan ontvangen. En laat me weten of het met je resoneert. Laat me weten wat er met je gebeurt. Zodat ik je misschien verder op weg kan gaan helpen. Ja? Nou. Dus laat me in ieder geval weten. En dan tot de volgende keer dan maar. Doei doei!